Was niet de beste intro ooit misschien. Jo, heb je trouwens al de huiskamer gezien, zeg maar, alles onder water staat, letterlijk. Ja, heb ik gezien. Dat is cool, hè? Dat is echt rebels. Ik heb het gevoel dat ik wel een statement aan het maken ben, zeg maar. Tegen, zeg maar, de media en shit en alles waar ik tegen ben. Dus ja, dat is het thema van deze Tekkit aflevering. En ik had net het fantastische idee om de kooi van Faraday te maken. Dat heeft helemaal niks mee te maken, want dat is iets uit natuurkunde. Weet je wat het is, Jur? Nee. Nou, ik kan dat ook niet precies namen. Het is iets van een kooi. Er staat, zeg maar, een elektromagnetisch veld omheen. En er zit, zeg maar, een gat in. En daar kan geen elektromagnetische straling doorheen. Dat is de kooi van Faraday. Of zoiets. Waar gaat jouw mooie natuurkunde verslag over, Jur? Verlicht de kijkers. Zelfmoord. Jullie volgen het niet helemaal. Op werkweek heeft Jur, zeg maar, het enige wat hij gedaan had, is iedere keer beginnen over zelfmoord. En ja, dat was echt leuk voor de sfeer, zeg maar. Ja. Ik voelde weer gewoon, Jur, wat vond jij het leukste? Waar heb jij vandaag de hele dag gedacht? En ja, zelfmoord. Zo ging het ongeveer. Yay. Hey Jur, wat vond jij het leukste van vandaag? Ja, de zelfmoordpoging. Ja, dat was wel van, ja, nou denk je, Jur, dat mag je maar grap over maken, maar Jur mag dat gewoon. Ja, je kan zeggen dat ik niet mag, maar... Jur doet het toch wel. Oeh. Ja, hou me maar eens tegen. Stop hem maar. Hou me maar eens tegen. Probeer hem maar te stoppen dan, dat gaat je toch niet lukken, namelijk vriend. Hou me tegen. Hou hem tegen dan. Hou me tegen. Hou hem tegen. Hou me tegen. Hou hem tegen. Mensen, succes, hou me tegen. Oh god. Als jij me tegen wil houden, zo ik hou je tegen, hier. Je zou het haast niet zeggen, maar ik ga je tegenhouden. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. En de beroemde 9 Bombats Bim. Ben jij eigenlijk OP? Weet niet, Jur. Kun je trouwens niet gewoon even anders helpen met deze monsterpannen maken? Dat gaat een stuk sneller, want het is best wel een kutklusje. Nee. Maar Jur, ik dacht dat we vrienden waren. Nou, toch niet dus. Oké, cool. Vergeef het je. Tjonge. Ik heb tenminste wel genoeg stone brick. Als je nog een keer denkt, gezellig. Nee, je gaat oprotten. Ik ben helemaal klaar met jou. Oké, nou, en terecht ook. Ja, nou dan ben ik dan een MVP. Had mensen met tutorials die heel traag zijn. Oh, je bent een Tekkit tutorial aan het kijken, oeh. Ja. Oh god, ik verpest het weer allemaal, of niet? Ik heb geen idee wat ik precies aan het doen ben, maar... Ja, dit moet het uitingspunt voor het water zijn, oftewel, I fucked it up. De raarste monsterspan ooit dit. Zo, ja joh, er vallen wat blokjes op de grond. Dat kan niet erg, want deze blokjes hebben toch een EMC-waarde van 1, dus. Dan mag het allemaal gewoon. Dat zeg ik altijd maar. Of nou waar is of niet. Oh, 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 sweet child man. Ik ga mijn weg naar absolutie. De weg naar absolute wat? We moeten alleen lopen. Ja, waar de fuck heb je het over? Dat is een liedje van Billy Talent. Van Billy Talent helemaal. Ik vind Billy Talent wel vette muziek. Moet ik echt wel vaker luisteren. Nun. Dus Jur, heb je al iemand gevonden voor Rock Am Ring? Nee. Hoe staan de zaken ervoor? Kut. Het probleem is dus, ik zou graag mee willen, alleen ik mag toch niet. Dus als er iets zeker is in deze wereld, is dat het wel. Maar je gaat het alsnog vragen, hoor. Ik ga het alsnog vragen, maar... Jur. Ik mocht ook al niet mee naar Luxemburg doen. Ik bedoel, dat was een stuk veiliger dan dit. Echt niet. Ze weten niet dat dit onveilig is. Just don't tell them. Ik ga niet zeggen dat een van de Duitse rockfestival is met allemaal gekke Duitsers. Nee, we gaan met Jur. Ik ga een weekendje weg met Jur. Ja, we gaan samen saunen. We gaan samen naar een welvaartsoord. Ja. Hey Jur, ik zie jou trouwens van de vier gewoon in je kernreactor bouwen. Best wel cool. Ja. We zwaaien naar de kijkers. Zet je middelvinger maar op vanaf daar. Nee, ik ben een filmpje aan het kijken. Ah. Link niet in de beschrijving. Voor de mensen die graag willen weten wat Jur kijkt. Waarschijnlijk is het gewoon porn. Yup. Fijn dat je zo eerlijk bent, Jur. Dat waardeer ik. Het staat op de lijst met dingen die ik waardeer van Jur. Hij is altijd eerlijk. Zo. Die shit is ook even gefixt. Yo.
Ah, ik weet het al. Ik heb een energy link nodig. Oh, hoe kon me dat nou vergeten? En ik span totaal geen dingen, dus ik ga heel lang doen om over te bouwen. Nah. Jure, waarom span je dingen? Wat is dan het hele nut van het bouwen ervan? Nee, waarom span je geen dingen. Was je echt alleen de ingrediënten die ik ervan nodig heb om het te bouwen, want anders duurt het een eeuw. Voor de rest doe ik niks illegaals ofzo. Zo. Ik heb nog geen idee of je de dingen aan het spannen bent of niet. Nee, ik skip zeg maar dat crafting proces. Dus oh ja, oké. Ik verwijder de items gewoon. Uit moeite, ja oké. Dat waarderen de kijkertjes wel. Oftewel, ik zet eigenlijk gewoon EMC om. Ja, oké. Okay. Alleen doe ik het zelf in plaats van 6, het spel dat voor me laat doen. 7. Ja, de getallen zijn soms een beetje afgerond hier en daar. Nee hoor, gewoon met de rekenmachine erbij. Ja, oké, dan heb ik nu 13,5 blokje. Oké, geef me weg. Het zou kunnen in de theory. Doe het! Doe het! Doe het! La 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 la. La la la, oeh. La 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 la. Wat een kutmuziek is dit, waarom luisteren mensen hiernaar? La 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 la. Dood aan de zeehonden. Woehoe. La 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 la. La 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 la. Ik heb zelf totaal geen muziek smaak, dus luister ik deze mensen in kutzooi. La 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 la. Dat nummer is echt oud trouwens. Het is echt niet meer mainstreamy. Voor mij is het redelijk oud. Of niet? Dat is best oud, ja. Je, ik moet denken aan de tijden toen ik gewoon muziek luisterde op mijn PlayStation Portable, die jij nu trouwens hebt. En toen had ik gewoon echt van die nummers erop staan. Die zijn zo ernstig, dat wil je niet eens weten. Staan die er nog steeds op? Nee, al lang niet meer. Dat waren gewoon ook rechtstreeks van YouTube. Ik zit even te denken wat er allemaal op stond. Heb jij dat ook nog? Heb jij nog wat te vertellen hier? Zeg maar een guilty pleasure aan muziek dat je vroeger luisterde? Oh, ik luisterde toen het klein was, Ali B. Ali B, nice. Ja. Nice. Maar dan had ik dat was nog in de tijd dat mensen nog cd'tjes gebruikten. En waarschijnlijk kennen jouw fans dat niet eens. Oh jee, dat is waarschijnlijk waar. Maar toen had ik mijn broer. Ja. Dat is trouwens iemand die ouder is dan jij. Een broer die... Die is ouder, ja. Een broer is een broer is iemand die eerder uit je moeder kwam dan jij. Ja, dat is, broer, dat is een hele goede omschrijving eigenlijk. Ik geef de definitie er ook bij, anders begrijpen mensen het niet. Ja, true. En die brandde altijd cd's voor mij. En dan moest ik altijd zeggen welke nummers ik ophoud. Ja. Maar dan had ik echt een hele wijde variety van nummers. Zeg maar tussen A, die B... En de Rolling Stones, zeg maar. Ja, oké. Ik heb nog zijn toen ik in groep 8 zat en in de eerste. Toen luisterde ik bijvoorbeeld, vond ik een heel cool nummer, van Pink, So What. Dat vond ik wel echt een so poppetje. So What, You're a Rockstar. Ja, die. A Girl in Rockstar. En volgens mij, ik vond Disturbia heel cool, van Rihanna. Vond ik een mooi nummer. Disturbia. Disturbia, bam bam di dam 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 di dam. Wacht, hij automatisch onder een stack vorm of is het hele spel geglitcht? Ik heb geen idee. Waarschijnlijk heb je het spel hier geglitcht en heb je automatisch dingen ingedrukt. Shift. Nee, ik bedoel, ik gebruik zeg maar één stack cobblestone in mijn hotbar. Als het daar die op is, dan flikkert hij meteen weer een nieuwe stack cobblestone in mijn handen. En ik heb geen idee of hij die gewoon aan ingedrukt. Nee, dat doet het spel voor je. Oh, dat is best handig. Doet hij ook met minen, als je pickaxe kapot is, dan geeft hij automatisch fucking chill. Pickaxe. Ik heb de monster spawn is trouwens aan de onderkant niet helemaal perfect, maar niet dat we de enige neuk omgeven ofzo, dus dat scheelt. Jawel! Ik heb trouwens toch meer van die troep nodig dan ik had verwacht. Het is wel nog een mooie geworden in principe. Ik gebruik niet eens cobblestone, ik gebruik nog helemaal stone bricks. Je zou je af kunnen vragen, Rick, waarom doe je de moeite? Ja, goede vraag. Nee, dat ik niet zo genererend deed over jezelf. Degenererende. Dus wat voor muziek luisteren we nog meer? Ik vond vroeger de lijpe Mocro Flavor vond ik wel echt lijpe shit, moet ik zeggen. Ja, ik ook. Dat was echt de ik shit. Dat ik Ali B luisterde. Iedereen, Ali B, de lijpe Mocro Flavor. Die doet mee, die lijpe Mocro Flavor. Ja, dit is. Die lijpen hem ook nog even. En Party Squad nummers, die hadden begonnen met Party Squad, die zeiden dat ze Party Squad waren. Ja, dat was wel echt heel, was even nodig, weet je. Wie zijn jullie nou? Ja, Party Squad, met Yes Air.
Party squad, party squad. To the dance floor. Wat een herinneringen worden hier opgehaald, mensen. Nou, stop. Hammer time. Dat denk ik ook niet meer. Ik heb zeg maar, in mijn jeugd heb ik echt ieder jaar meegedaan met de playback show. Dat is wel een verhaal, dat weet waarschijnlijk hier ook niet eens. Nice. Ik heb echt in groep 3, in groep 2 misschien zelfs, deed ik mee met Bassie en Adria. Met het nummer Bielenballen bakken. En ik had zeg maar, ik ging zeg maar gewoon de taart live bakken. Dus ik had gewoon alle ingrediënten. Dat ik heel vies mengsel gemaakt, gewoon alles bij elkaar geflikkerd. En dan stopte ik een hele grote hap, pompte ik zo in mijn mond. En al die mensen keken zo, wat de fuck is dat kind aan het doen? Moest je kotsen. Nee, ik flikkerde gewoon een heel pak zout, heel pak meel, heel pak melk. En dan grote klompen, dat sleet die pompt die gewoon in mijn mond. Daar is nog een video van. Ik denk misschien als ik dat kan bemachtigen, is dat nog wel awesome voor op YouTube, zeg maar. Behalve dat Bassie en Adriaan me dan kan je gaan copyrighten. Er moet even een ander muziekje onder, maar... Misschien wel leuk gewoon wat kinderbeelden online te flikkeren. Voor de pedo's onder ons, zeg maar. Ja, dat is nice. Dat is nice. Dat is wel de mensen. In de derde deed ik voor mij mee met Bassie met Ernst en Bobby. Het schoonmaaklied. Als ik K-kind was, ja, jezus. En toen in de vierde... Ik heb werkelijk waar nog nooit in mijn leven een optreden gedaan. Buiten in de eerste, de lama's. Je laat me uitpraten. In de vierde deed ik met een paar vrienden, deden we direct. Dat heb ik, ik had gewoon een eigen gitaar. Dat is gewoon een stuk hout met een paar snaren erop. En in de vijfde deed ik voor mij een nummer van Ome Henk. En dat ging ze van vrouwen horen thuis achter het fornuis. En eerst mocht het niet, heb ik heel lang ruzie gemaakt met school. Toen eigenlijk mocht het. En toen in de zesde deed ik voor mij nog een liedje van Ome Henk. In de zevende deed ik Duitsers hier, Duitsers daar van Edwin Evers. Ken je dat nummer? Nee. Het gaat gewoon op een beat van Maya hi, Maya hoe, maar dan Duitsers hier, Duitsers daar, overal, is ja klaar. Zoiets. Is ook gezellig. Oh, klinkt heel slecht. Ja, was het ook. En toen in de achtste deed ik een nummer van Het Land van Ooit, van Jean d'Orange. Dat was wel hoogtepunt. Ja, dat was mijn leven eigenlijk kort samengevat. Ja, klinkt zeer professioneel en goed. En... Dus ja, wat vertel jij eens wat leuks over jouw jeugd? Bijvoorbeeld die keer dat je door die glazen ruit heen liep. Oh. Dat is een verhaal dat ik echt heel vaak heb mogen aanschouwen, moet ik zeggen. Maar het is ook een prachtig verhaal. Ik was helemaal met alles aan mijn als lichaam. Als Jeur, zeg maar, de Joker zou worden, zou hij kunnen zeggen... You want to know how he got these scars? These scars. En dan laat hij zijn arm zien. Ja. Toch? Je hebt er nog iets van, toch? Ja, joh. Het is nee. 10 jaar. Nee, nou, je vertel. Oké, dat ik klein was, wonen wij aan kassen. Ik weet als jullie weten wat kassen zijn. Daar groeien planties in. Wietplanten en zo. Rozen, in dit geval. Oh, tering ligt er heel veel steen. Oh, dat ben ik. Oh nee, veel meer dan dat jij zelf zou kunnen produceren. Oeh. Je zaadballen. Je zaadbal. Je zei zaadbal. Kut! Maar in ieder geval, toen dacht ik van, hey, ik wil weten hoe snel ik van de kas naar het huis kan rennen en weer terug. Hey, dat is een goed idee. Deze toen, was trouwens 11 seconden. Toen ik terugkwam, toen wou ik me afremmen, alleen... Nee! Om onbekende redenen besloot ik dat tegen het raampje van de deur te doen. Want toen had de deuren nog ramen. Jeur, zat van een creeper in ons huis. Nice. En toen ging ik dus met mijn pols dwars door dat raampje heen. Ja. Ik kan je vertellen, het was niet leuk. Nou niet, Jur. Vertel. Waarom is het niet leuk? Het deed pijn aan mijn bals. Nee, creepers! Jur, de monsterspannen begint te werken. Er komen nu creepers in ons huis. Dus ik heb echt even versterking nodig, zeg maar. Als we het huis nog willen hebben. Ik had echt toortjes moeten plaatsen. Ik heb spijt. I immediately regret this decision. Er komen zeg maar creepers vandaan, joh. Nice. Creeper hunter, joh. Oh ja, ik ga sowieso alle muren even veranderen met stone brick, denk ik. Ziet er sowieso een stuk vetter uit. Kun je eventjes gewoon helpen met het dak erop plaatsen? Dan ben ik tenminste een beetje snel klaar. Oké. Oh ja, het raam ligt er ook een beetje uit. Als je even wat sterk stone brick meeneemt uit de chest hier. Je moet daar zo nog even signs maken. Moet je eerst even al mijn shit in de chest hier dumpen. Ga je even een klein beetje hout maken? Straks ga ik een sorteersysteem maken voor alles wat er uitgepompt wordt uit de grond. Wat zou ik er nog meer in gooien? Even een gunpowdertje, wat dirt. Zo.
Alles omzetten hierheen nog geen probleem. Ik moet even een paar signs maken, want ik heb een van die kanten tekort gemaakt. Die is niet 18, maar korter. Oh joh, ons huis is zo kapot. Oh nee toch, kel horreur. Lekker plonsen. Jeuk, ik hoor wat plons hoor, stoutert. Hihi. Zou dat eens keer in Minecraft tijden dat, dat de signs nog niet stacken? En dat je maar één sign tegelijk kan maken. Fucking handig. Maar het was het allemaal waard. Oké. Okay. In principe, we hebben hier wel baten aan zo meteen als we een mooie monster spawner hebben. Hoop ik. Wat nou als ik wat opium je moeder in pomp? Opium? Ik weet niet. Hoeveel opium zou mijn moeder kunnen hebben? Ik denk dat ze wel redelijk snel dood zou gaan. Echt niet. Opium ga je niet heel snel dood aan. Nou ja, als je er veel in pompt, gewoon een hele spuit. Ik weet niet. Dat was niet gezond zijn. Je wordt er gewoon high van. En je gaat er vast ook dood van, joh. Je wordt er heel vrolijk van opium. Oké. Okay, opium is een hele vrolijke druk. Iemand stuur even opium in de fanmail. Jur en ik testen het voor jullie. En please geen rattengif, want dan gaan we dood. True story. Stuur ons rattengif. Al dus jur. Ik zou best om kunnen lachen, weet je dat? Ja, gewoon doodgaan. Ha, lol. Goeie grap. Ik zou het wel lullig vinden van die, als diegene wordt opgepakt. Dat is wel weer lullig, hè? Ja. Haalt hij gewoon een goede grap uit, krijgt hij moord voor zijn bakkers. Nou, dat vind ik skeer. We moeten dan zo, dan gaan we nog zo heel cool zo'n laafje lava doen. Laafje laga. Laafje laga? We doen een heerlijk laafje laga. Dan deel je vast door de lava en dan, oh, de jokes toch niet. Oeh. Dan moet ik wel eens lava vinden trouwens, just saying. Rick, met wie moet ik godsnaam een rock aan ring, gast? En weet ik veel. Ik weet het niet, je. Ik weet het echt niet, man. Er zijn niet echt heel veel mensen die gewoon midden in, zeg maar, gewoon niet echt in een vakantie, gewoon midden in, zeg maar, normale week in het weekend even naar Duitsland gaan. Ik wel! Ja, jij. Maar dezelfde jongen die net het leukst zou vinden als een rattengif opgestuurd zou worden. No, man! Don't judge. Don't judge. Ja, yeah, true. Ik ben al gewoon iedereen in mijn lijst aan het vragen, fuck it. Stuur gewoon een berichtje naar iedereen op Skype, van zo'n bericht naar iedereen. Ik ga niet naar Skype, dat is allemaal Heb je nog allemaal mensen van de server? Stefan wil vast met je mee. Ja, nou dan ga je al. Misschien wel Nienke met je mee. Ja, leuk. Oer. Wat is dat kind, 12? Ze is 14 geworden, joh. Laat hem met rust. Oh. En Finn, 3. Finn is 13, denk ik. Hij is nog steeds in groep 8. Laat hem met rust. Laat ook hem met rust. En hij vindt Nienke leuk. Hij vindt Nienke leuk. Het is nu officieel. Je zei het in een video op Serpent Game 2. Nu is het officieel. Eigenlijk wel, hè. Ja. Officieel kan het haast niet. Ik hoop dat Finn dit kijkt. Ik hoop het ook. Hey Finn. Homo. Hey Finn, je valt op Nienke, homo. Dat is wel grappig. Dat is wel grappig. Je hebt toch ook homo? Ja, ik heb ook homo. Ik heb ook homo en ik ben een vriendin, weet je? Ja. Je moet gewoon even je bek houden. Wacht, hou het gat hier boven open, dan kan ik daar inspringen. Hier, spring. Wacht, er zit hier nog een blokje dat ik ben gewakker. Wee! Oh, dat was niet het midden. Val je dood als je daar naar beneden gaat? Waarschijnlijk ik wel, want ik heb niet voor jou. Nee, nam geen damage. Geen? Oké, okay, cool. Wacht even. Nee. Wacht. Ah. Wat wil je doen? Blokjes onder plaatsen. Oh, godverdomme, ja. Nou, dit is hem dan. Die horen monsters uit te komen nu. En dan ga Kijk, ik zo hoe snel deze shit mined met quarries als energie. Of met kernenergie als energie. Jurk stelt trouwens voor om nu gewoon diamonds te gaan maken weer. Oh, Rick, kijk dit dan. Wat, waar? Oh, we hebben zo'n steen straks. Oh, hier. Even checken. Is dit de kernen-dinges, toch? Nee, het is dit is fucking veel steen, hier. Dit graaft op kernenergie. Oké, waarom komt er alleen steen uit? Kijk, dit is de reactor. Oh, er zit zeker nog op een steenlaag, of niet? Ja, hij moet even wat dieper. Dan. Maar... Oh, hier, deze gaat straks uranium vinden. Gaat dit allemaal naar een chest toe, dan? Ja, het gaat momenteel allemaal naar één chest. En vanaf die chest moet ik het eigenlijk sorteren.
Oké, okay, dan hebben we tenminste de cobblestone kunnen ditchen, zeg maar. Ja, de cobblestone moet in een energy condenser. Oké, cool. Dat ziet er wel gelikt uit, moet ik zeggen. Maar je hebt dat cooler geweest dan als de dirt doorheen ging, just saying. Sorry, man. Hoe is hier een blokje dat niet... Er staat ook dirt doorheen. Ja, oké, okay, maar momenteel niet. Gewoon alleen maar dirt doorheen. Maar we kunnen wel sorteren op dirt, zeker. Is het nou een laser, dat ding dat hier doorheen gaat? Lijkt op een laser. Is het een laser of niet? Dat aan het graven is. Wat gebeurt hier sowieso? Je hebt gewoon een paar blokken. Met heel veel ijzer in. Oh, dat is de koeling zeker. Dat is de koeling. Dit is de kernreactor. Dat is wel awesome. Oké, en hoe gaat die boom? Gewoon de koeling eruit halen? Ik zal alle koeling eruit halen, ja. Ik zal jouw koeling eruit halen. En dan gaat hier stroom door. Dit is een stroom tussentijdse stroomopslag. Ah, ik zie het, ja. Hier kan je zien dat hij ongeveer net zoveel stroom gebruikt als dat hij ophaalt. Oh, dat is niet handig. Dit zet het om van gewone stroom via glass fiber cable naar conductive stroom. Mm-hmm. Dan loopt het stroompje er zo doorheen en die komt in de quarry terecht en de quarry mijnt alles op. Mhm. Aha. Mhm. Aha. Maar joh, het probleem is, dirt kun je niet eten. En cobblestone ook niet. Ik ga even het huis prepareren. Prepareren trouwens. Ik heb wat glazen planes nodig. Heb je trouwens nog een diamond? Hoe ervan kom je aan 42 diamonds? Oh, die had ik al vet lang. Waarom heb je dat niet gezet? Wil je ook full diamond of heb je zoiets van me? Waarom wil je full... Oh, wacht. Ik hou hier wel genoeg diamonds. Ja joh, maak maar full diamond voor jezelf. Hey. Hey. Joh, je hebt het verdiend. Hey, ik heb zoveel hard werk verricht, joh. Niet normaal. Ik wil trouwens wel beginnen met een enchantment table. Nu wil ik die monster spawner hebben. Oh ja, en ik wil dus werken aan mijn nieuwe meesterwerk. Dat ding... Ik weet hoe leuk je dat nummer vond vroeger, Rick. Ja, echt. Disturbia. Disturbia. Het is schaamte hier zo. Oh, wat, ik heb wel erge dingen gedaan in mijn leven. Valt allemaal wel mee. Je bent er nu mee bezig. Wat erge dingen doen, bedoel je? Ja. Je tekken met jou is hartstikke leuk hoor, baby. Ja, oké. Ja. Kan je daar niet in vinden dan? Wellicht. Hey, joh, ik zie mobbies. Zou ik je een mop vertellen? Ja. Alsof je het niet begrijpt. Het werkt niet echt lekker trouwens. Dam dam die dam 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 die dam die. Ja. 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 Ik kan die kist omhoog verplaatsen, dat zou wel een hoop problemen schelen, zeg maar. Kerel! Ja joh, kerel. Ik heb een plan, joh. Wait, I have a plan. Disturbia. Bam bam bidam dam Gerard YOLO. Oké, stop. Is dit genoeg? Dat gaan we nu zien. Ja, goed jongen, het is ja. Yo, ik ga deze chest trouwens omhoog schuiven. Oh, die chest waarvan alles één in zit, dus misschien is dat... Ik ga beter gewoon het water één achter schuiven, denk ik. Oh, dat weet ik ook niet, nee. Ik kan de uitgang opzij schuiven in principe. Dat is wat ik van jou denk. Ja, ik herken me daar wel in, ja. Nou, jij is in met je... Oh, Rick, we schuiven de uitgang deze kant op. Nou, oké. Okay. Zoals ik al zei. Waarom werkt dit ding nog steeds zo fucking traag? That's not what I told him to do. Ja, terecht. Why are you not getting power?
Deze kuthoeren verbruikt van stroom. Nee, terecht. Nee! En een andere kuthoer. Sorry, dat was ik niet. Heeft hier mijn kabel kapot gemaakt. Ik was het echt niet, hier. Ik zweer je met... Ik zweer op mijn Yu-Gi-Oh! Deck, wat toch helemaal niks waard is, dat ik het... Oh, godverband, ik denk, een zombie meneer door de lucht zal vallen. Mijn Yu-Gi-Oh! Deck, dat is geld. Ik ben... Hoe zit het eigenlijk met mijn kaart hier? Ja, dat vraag ik me ook af. Nu mijn geld terug. Ja, ik ben het al terug aan het claimen. Oh, oké. Okay. Nice. Oh, daar ben je de zombie. Zo, so, yeah, maar dit is de laatste week dat ze nog zeg maar, op tijd zouden leven. Oh, oké, okay. Dat is wel een mooie leeftijd. Nou, joh, ergens binnen de komende twee jaar. Nou, 2 tot 5 weken. Nou, dan krijg je het in de 5e week. Lol. Jij baalt. De kernenergiereactor levert niet genoeg stroom. Ja, die uitspraak maakt alles beter. Misschien als ik er nog een uraniumcel of 3 of zo in doe. Ja, dan moet het vanzelf wel werken, joh. Kan niet anders. Ik ga nog een... zoals jullie zien, langzamerhand ontstaat er in het anenschrapertje een leuke, gezellige werksfeer voor 2 mannen die gewoon een beetje energie nodig hebben. Nou, en dat zijn wij dan. We zijn trouwens al 26 minuten bezig met deze aflevering, dus ik ga maar een entabrie in. Thanks for watching. See you next episode. Because next episode will be not in this episode. Dan is Peter. Doei. Doei.